En aan deze kant staat nummer 10, Arjen Mulder uit Nieuw-Wetgenieuw-Hellert. Uit Langeslaag, 7-0-50-53. Ja, dat zou ik kunnen doen, ja, maar wat ik wat ik zie. Ik heb wat dingen wat fris. Cola, ik heb zomaar cola. Ja, dat is goed. Staat in het programmaboekje waarschijnlijk nog onder de naam Marco Veld. Maar daar maken we Wim Brinkhoff van. Start nummer 8, de Inter 1046. Marco is er niet vandaag, rijdt normaal gesproken wel al in deze trekker. Ja, en dan heeft Wim Brinkhoff het volgende week op de steenwagen. En de steenwagen is uit Brinkhoff. Het is allemaal elektronica tegenwoordig, dus ja, gaat er iets kapot en dan heb je het probleem. De Wim zet de sleepwagen neer op 91,85, betekent een derde plaats op dit moment. En de tussenklassement voor Wim Brinkhoff. En op baan 2, Bart de Jager, de Vet 312, zet hem neer op 49,36. Onderweg met Wieger Koopmans uit Eerste Maan met de vent. En op de baan 1 onderweg met de vent, stand nummer 11. Billy Jongsma hier in Oude Hannen, de favoriet 125. En op baan 2 Wieger Koopmans, een van de mannen die dus de trek heeft moeten aanpassen in verband met de nieuwe regel, die 3 meter breedte. De Wieger heeft dan in de dubbele lucht. En dus hebben ze ervoor gekozen om de regelmatigheid te gaan, zodat ze wel binnen die 3 meter regel blijven. De baan 1 zien we een afstand staan van 87,75. En voor Wieger Koopmans noteren we 54,66.
toch een... Edwards staat in de bellenmerking. Je hebt toch een kilometer in jouw machine, Edwards. Wil je naar die oude vrouw gaan? Te veel.